Suriname is er 47 jaar en een dag oud. En aan parlementariër Patricia Etnel vroegen wij hoe zij kijkt naar 47 jaar Suriname. Waar wij er nu staan als volk, als natie en hoe allemaal verder met Suriname. Etnel reageerde er als volgt hierop. We zijn nog gescheiden. Die natievorming waar we naartoe moeten streven is nog niet echt van de grond gekomen na 47 jaar. Maar dat heeft ook sowieso haar oorsprong. Het heeft een oorsprong en het heeft ook een reden waarom. En daarom is het heel erg belangrijk dat wanneer wij op 25 november stilstaan bij het feit dat we onafhankelijk zijn, dat we ook stilstaan bij hoe het politieke landschap moet gaan werken aan gerichte natievorming. En je hoort vaak, kunnen we nog een natie worden? Ja. We kunnen en we moeten een natie worden, enkel en alleen om te begrijpen hoe belangrijk die onafhankelijkheidsgedachte is. Hoe belangrijk het is om baas in eigen huis te zijn. Hoe belangrijk het is om wie egi sani, die sranang sani, het sranang gevoel te hebben. Is het vreselijk belangrijk dat het politiek landschap, het politiek veld goed gaat nadenken over hoe we moeten werken aan een lange termijn visie en ontwikkeling met betrekking tot natievorming. En het eerste voorstel dat ik hier wil doen is dat wij 24 november maken tot een dag waarbij op alle scholen, met name op de grootscholen, die culturele integratie en die culturele samensmelting wordt gepresenteerd. En dat we op die dag, en we kunnen het op meerdere dagen doen, maar laten we beginnen op 24 november, dat er een lesbrief komt vanuit het ministerie van Onderwijs. Dat op alle scholen, als het nou particulier is, of FIBOS, of overheidsscholen, oftewel de openbare scholen, dat de culturele diversiteit, maar ook nog de manier hoe we samen moeten optrekken, dat wordt belicht op die dag op de scholen. Om zo de kinderen te leren om te houden van het land. Want de onafhankelijkheidsgedachte is begonnen met de roep vanuit de PNR toen, met meneer Eddy Bruma als partijleider. Wij moeten gaan voor wie egi sani. We moeten gaan voor die Sranantongo. En velen hadden het niet begrepen. Velen vonden dat die onafhankelijkheid niet moest komen. Maar uiteindelijk is het er. En wanneer we vandaag hier staan, dan moeten we samen optrekken en we moeten beginnen ergens een zaadje te planten voor natievorming. Dus daar sta ik voor. Maar waarom leeft er nog steeds zo'n gedachte of zo'n gevoel binnen vele Surinamers, mevrouw Etnel, mede gelet op de huidige situatie, van ik wil niet meer langer in Suriname, ik ga weg. Of liever waren we niet onafhankelijk geworden. Kijk, het gevoel dat je niet hier wil blijven en weggaan, is niet iets dat we voor het eerst hebben gehad. Ook toen kregen we in de jaren 80 die brain drain. Ook in de jaren 90 kregen we de brain drain dat vele mensen wegtrokken. En wat hebben we van die tijd geleerd? Wat heeft leiderschap vandaag van die tijd geleerd om het anders aan te pakken? En het antwoord is, ze hebben niets meegenomen. Want een van de dingen dat je sowieso zou moeten meenemen is, hoe creëer je incentives dat de mensen bijvoorbeeld kunnen blijven, ondanks het feit dat we weten dat zaken duurder gaan worden. En een van de zaken die we sowieso moeten helpen creëren is dat Suriname het land is die we samen moeten opbouwen. Dat wil zeggen, dat stukje ondernemen. En dan hoeft het niet te zijn dat je een bedrijf begint, maar hoe onderneem je in je gezin, in je omgeving om elkaar te empoweren. Wat doe je om te beginnen met een buurtorganisatie, om elkaar die steun te geven van hey, hoe kan jij ervoor zorgen dat we samen iets kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld, de kinderen moeten elk jaar naar school, er moet kleren, stikken, uniform. Wat doen we in de buurt? Om dat samen aan te pakken zodat ouders die het niet hebben, dat we ze kunnen ondersteunen. Wat doen we met de kennis van mensen? Weet je, mensen studeren, maar we zetten hun kennis niet in. En tegen deel stoten we ze weg. We willen niet met ze werken.
Hoe ondernemen we dat die mensen blijven met hun kennis meehelpen denken, meehelpen vormen? En dan hoeft het niet alleen maar in de top. Maar waarom trekken we niet naar beneden in die lagere structuur, dat we daar de mensen inzetten? Maar meer nog gaan we kijken van oké, hoe moeten we de lonen zodanig maken dat we weten van hier, we kunnen ze geen miljoenen betalen, maar we moeten ze zodanig betalen dat ze kunnen uitkomen. Waar is die gedachte om na te denken over het goed kunnen betalen van de mensen? Dat de mensen goed kunnen verdienen. Waar is die gedachtegang om daarover te kunnen praten en te komen tot wat is de salaris die we kunnen en moeten betalen aan die Surinamer? Want ja, niemand werkt voor zijn straf. Niemand werkt omdat hij denkt van oké, wie snapt je money, die smikjes in mijn breedte. Mensen werken omdat ze vooruit willen komen. Toch, het wordt nu tijd en niemand moet me komen zeggen het komt niet goed met Suriname. We zijn een van de rijkste landen aan grondstoffen in de wereld. En is niet iets dat wij hebben gezegd. Het is internationaal aangegeven. Dat we zeggen, de wereld kijkt naar Suriname. En ze zeggen, Suriname is rijk aan grondstoffen. Wat doen we daarmee? Hoe zetten we het om in geld voor die Surinamers? Goud. Tot vandaag aan de dag hebben we niet een goed beleid over hoe goud om te zetten in geld voor Suriname. Hout. Tot vandaag aan de dag, er wordt zoveel gesproken in het parlement. De regering heeft zoveel gezegd dat ze willen doen met hout. Waar is het beleid? Aan ons hout wordt in grote blokken, stompen geëxporteerd. Waarom is er het beleid er niet en er hoeft geen wetgeving te zijn? Maar er moet gewoon beleid ontwikkeld worden met goede controlemechanismen. Dat zoveel procent van het hout blijft om af te werken. Toch? En dat het wordt afgewerkt en dat we daarmee de export gaan stimuleren. Toch? Wanneer we kijken bijvoorbeeld naar andere grondstoffen die we hebben. Water. Een van de belangrijkste bronnen van bestaan voor mensen in de wereld. Wat doen we met de waterproductie? We hebben er veel over gesproken. Toch? We hebben zoveel willen doen. Maar wat is ons beleid? Water is vandaag aan de dag een van de belangrijkste bronnen van leven. Wat doen we? Wij hebben water. We kunnen het doen. Hoe zetten we het om in geld voor de Surinaamse samenleving? Dus wij moeten, en het is niet iets dat ik alleen moet doen. Het is een wij-gedachte. We moeten een lange termijn visie over deze drie aspecten, want er zijn er nog meer, kunnen we alvast ontwikkelen voor dit mooie land Suriname. En dan hoeven we niet in armoede te leven. We moeten gewoon als natie of als samenleving nadenken, een groep maken en beleid maken en het uitvoeren. En dan komen we er wel. Dus ik begrijp de mensen hun gevoelens wanneer ze niet willen blijven in Suriname. Maar wat we niet moeten hebben, we moeten ons niet afvragen waarom we onafhankelijk zijn geworden. Omdat die afhankelijkheid die er was voor 75, niemand wil dat vandaag hebben. Dat jij niet kan beslissen. Dat jij niet weet wat er gebeurt. En dan zullen mensen zeggen, maar nu weten we ook niet wat er gebeurt. Nu beslissen we ook niet. Dus dat zijn dingen die mensen kunnen opwerpen als antwoorden. En ik begrijp ze. En daarom moet leiderschap hierover gaan nadenken. En meer die samenleving betrekken in de keuzes die ze maken. In de zaken waarvoor ze staan. Want wij praten veel. Maar we doen heel weinig om die samenleving bewust te maken dat Suriname van de Surinamers is. Het vertrouwen in de politiek en in politici, nu 47 jaar verder. Het neemt steeds af, maar het is niet iets nieuws. Ook voor de onafhankelijkheid was er heel weinig geloof soms in politici. En het is niet iets die we moeten wegmoffelen en zeggen, ach, ik maak me niet druk.
We moeten ons druk maken. Want die samenleving die het vertrouwen in ons moet hebben, zodat we leiding kunnen geven aan dit land, zegt aan ons nu. We zijn moe van de leugens. We zijn moe van de fabeltjes. En we willen ze niet meer horen. Leiders moeten leren, nu 47 jaar, onafhankelijk, op weg naar 50 jaar, dat wij de samenleving altijd de waarheid moeten voorhouden. Hoe pijnlijk het ook is, hoe niet mooi het ook is, of het nou goed is of niet, de waarheid moeten we ze voorhouden. We kunnen het niet anders doen. En wanneer je de waarheid voorhoudt, dan weet jij hoe je moet inspelen op situaties. Want wanneer we vandaag kijken, dan zijn de meeste mensen teleurgesteld in die president. Maar waarom zijn ze teleurgesteld? Niet omdat de president van ons een Hindustaan is. Nee, echt niet, want hij is een Surinamer. Niet omdat de president alleen of iedere keer met zijn vrouw loopt hand in hand. Nee hoor, hij mag. Ze zijn teleurgesteld omdat er beloftes waren gemaakt. Ze zijn teleurgesteld omdat ze is gezegd, dit gaan we doen en dat gaan we doen en zo gaan we doen. En we zijn er 100% zeker van dat het beter gaat worden. Daarom zijn die mensen teleurgesteld. En wat ze nu zien is wat eigenlijk, en dan ga ik velen horen zeggen, ja maar, de NPS had gezegd. Want ik, met name ik zei het altijd, we gaan moeilijke tijden tegemoet. We gaan zware offers moeten brengen. En dan moeten we ook beleid op ontwikkelen. En daarom had ik gezegd vanaf het begin in 2020, ondernemerschap is de sleutel om deze samenleving te sterken. Assetmogelijkheden creëren. Stoppen met die import van bepaalde producten, zodat die Surinaamse samenleving het kan doen. En het is ook niet iets nieuws, meneer Ganesh. In de jaren 90 hebben we het ontwikkeld. We moesten gewoon terugkijken in die archieven. Nagaan wat de fouten zijn gemaakt. En het nu verbeteren, zodat we de ondernemers konden stimuleren. En die import stoppen, want al onze zuurverdiende dollars, de meeste van gaan naar die import. Importeurs, zodat zij producten kunnen binnenhalen. En ik vind dat we dat systeem moeten gaan herevalueren en nagaan wat moeten we doen om die lokale productie te stimuleren, zodat die dollars niet weggaan, want uiteindelijk gaan ze het land uit. Laten we daar naar kijken. En ik had gehoopt dat ze het hadden gedaan vanaf 2020, maar nee. We praten en we praten. Iedereen probeert wat die gaat en probeert wat die gaat en probeert wat. Maar er is geen nationaal beleid. En dat is het grootste probleem dat we nu hebben. Onze productiecapaciteit is veel te laag. En we praten er vaak over. We laten vaak onze stemmen horen. Maar als het zich niet kan verheffen tot een nationaal beeld, een nationaal een zienswijze, eigenlijk een paradigm shift waar we naartoe gaan, dan hebben wij een probleem op dit moment. Want dan gaan we op het laagste blijven functioneren, maar we are not going to think big. En dat is precies nu op dit moment mijn probleem. Dus de president mag dat meenemen. De mensen zijn teleurgesteld vanwege de gemaakte beloftes. En politici moeten dit meenemen op weg naar de verkiezingen. Maak geen beloftes waarvan je weet, je gaat ze niet waar kunnen maken. Zeg de waarheid en laat de mensen weten dat wanneer je ze morgen leidt op basis van wat je vandaag hebt gezegd, als je de waarheid hebt gezegd en niemand je kan verwijten, maar nee, dat had je me niet gezegd. U had gezegd, het zou niet goed gaan, mevrouw Etnel, maar het volk wil nu weten, komt het wel goed met Suriname? Tuurlijk komt het goed. Wanneer? Sowieso niet voor 2025. We hebben nog een heel korte periode. En we moeten eerlijk zijn. En ik hoop dat de regering ook eerlijk is om aan te geven dat we tussen nu en 2025 nog een
hele bittere pil te slikken hebben. Ten meer omdat we in 2023, wordt er al gezegd, dat er weer een internationale crisis op gang komt. Vanwege alle oorlogen en problemen. Dus het wordt weer een grote shock voor de wereld en met name ook voor Suriname. Wat belangrijk is, en dat is wat ik wil voorstellen, die ontwikkeling van Suriname moeten we binnenste buiten gaan kijken. Wat hebben we in huis? 500.000 mensen, ongeveer 120.000 potentiële arbeidskrachten. Ik zeg ongeveer, want het kan misschien meer of iets minder zijn, maar in de buurt van 120.000 potentiële arbeidskrachten. Wat doe je met die groep? Wat doe je? Wat doe je met die groep dat zij kunnen produceren, dat zij kunnen investeren? Wat doe je? Want per slot van rekening kunnen we het niet hebben van de dienstverlening alleen. En van een beetje productie in de goud, een beetje van staatsolie en een beetje van dit en een beetje van dat. We moeten groot gaan denken en we moeten niet ervan uitgaan van ja, ze gaan niet kunnen, die Surinamers gaan het niet kunnen. Want als we wachten op anderen, dan gaan we lang wachten.